Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hierop It's Ultrex, de enige echte. Zo, we zitten weer in ieder geval op de helft van de week. Ik heb 2 dagen gewerkt en nog 2 dagen te gaan en dan is het weer voor mij weekend. Aanstaande vrijdag weer naar de Efteling, wat een straf allemaal. Dus ja, ik heb er in ieder geval weer reuze zin om naar de Efteling te gaan. En ik ben moe. Zo, ik ben echt kapot. Ik heb deze week lekker rustig aangedaan. Gisteren rustig aangedaan. Vandaag lekker rustig aangedaan. Ja, wel gewerkt natuurlijk. Keihard. Maar als ik dan vrij ben, dan heb ik niet veel meer gedaan. Ik was gisteravond moe. Ik had geen zin meer in livestreams of dingen op te nemen. Of weet ik veel allemaal. En vandaag heb ik ook zoiets van... Ik doe even lekker rustig aan. Ik heb het wel gehad. Ik vind het allemaal wel best. Ik ben een beetje moe. Natuurlijk een drukke weekend gehad. Vrijdag tuin gedaan. Zaterdag naar de Efteling geweest. En na zaterdag waren een beetje de luikjes dicht. En was ik een beetje moe. En... Ik doe lekker rustig aan. Ik ga misschien vanavond nog wel eventjes, als ik dadelijk klaar ben, even vloggen buiten na het eten. Moet ik wel even kijken wat ik dat doe. Want de lucht is al aardig donker. En ik heb zo'n gevoel dat er nog een regenbuitje aan kan komen. Maar dat zien we vanzelf allemaal wel. In ieder geval is de Efteling vlog is goed bekeken. Veel duimpjes omhoog. Dank aan iedereen voor de duimpjes omhoog. Voor mij over het algemeen is de vlog wel redelijk goed ontvangen. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Aquanura, er zat een klein muziekfragmentje in. Ja, voor mij is Aquanura duurt iets van 10 minuten en 30 seconden. Heeft YouTube er weer een claim op gezet. Gelukkig niet zo'n grote claim. Qua muziek, copyright, weet ik veel allemaal. Maar toch wel weer jammer dat YouTube dat doet. Nou, voor de rest ga ik sowieso even lekker even een hapje eten. En dan ga ik vanavond nog wel even kijken wat ik doe. Misschien ga ik nog even buiten een stukje opnemen. Maar dan moet ik nog even kijken wat ik doe. Ik ga het in ieder geval eerst eens even lekker een hapje eten. En dan hoef ik nog maar 2 dagjes, jongens. Alleen woensdag en donderdag nog. En dan is het zover. Dan gaan we weer naar de Efteling. Dit keer gaan we met Tessa en Vincent gaan we naar de Efteling toe. En daar ga ik dus natuurlijk ook vloggen. Ik neem natuurlijk al het apparatuur neem ik allemaal weer mee. En ga ik weer een leuke vlog ervan maken. De tweede kerel. Ik heb de hele tijd maar 1 video gehad. Die andere video, dat had ik al in de Efteling ook al verteld... Die is er af. Dat was van mijn verjaardag. Die ben ik opnieuw aan het bewerken. Opnieuw dingen aan het verwijderen. En dan komt die weer online. Dat is vlog 221 is dat. Die komt weer opnieuw online. Er zijn wat kleine dingetjes aan. En ik ga er niet te veel over zeggen. Maar die komt in ieder geval binnenkort weer terug. Nou, ik ga even lekker een hapje eten. De poesjes zijn hier. Het is echt een beetje donker. De lucht begint al een beetje donker te worden. Ik ben benieuwd of het vandaag nog wat gaat worden. En anders dan ga ik verder maar om... ga ik gewoon maar binnen verder vloggen. Maar ik zal even kijken. Ja, er stond weer een te gillen daar zo. Je moet voor mij weer aandacht hebben. Abonneer op It's Ultrex. Maar ik kijk nog eventjes wat ik doe. En dan moet ik even kijken... Als het weer nog een beetje droog blijft, dan
ga ik misschien nog wel eventjes een klein stukje buiten opnemen. Nou, ik ga het even lekker even op je eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, we zijn inderdaad op de buitenlocatie aangekomen. Ik ben toch nog eventjes naar buiten gegaan om buiten even een filmpje op te nemen. En we zijn bij de Beverburgt. Of Beverbos heet het, Beverbos. We zijn bij het Beverbos. Nou, ik heb gehoord dat dit weer allemaal nieuw is. En ja, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om dit te filmen. Nou, kijk, je ziet het hier ook. Twee mooie beeldjes. En hier zie je dan Beverbos staan. Nou, we gaan eens even kijken wat dat nou weer allemaal is. Het is wel leuk. Even een wandelingetje. Klein wandelingetje eventjes. Nou, hier zijn allerlei soorten dingen. Allemaal van die boomstronkjes op elkaar. Wel leuk gedaan. Hier een paadje met van die boompjes zo naar beneden. Echt grappig. Best wel leuk gedaan eigenlijk. Ik was hier nog niet eerder geweest. Dus dan gaan we eens even kijken wat het allemaal is, jongens. Nou, wat hebben we hier allemaal? Aha, daar heb je dus een grote speeltuin. Allemaal van die hier gekke. Oh, hier kunnen honden doorlopen, zie ik. Ja. Nou, hier kan je dus onderdoor. Hier komen dus honden vandoor. Wat ik het net zei, en dan kan je hier dus onderdoor lopen. Ga ik nou. Zal ik het doen? Kunnen leren. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben mijn besodemieterd. Maar dan kom je hier dus. En dan kom je daar dus weer uit. En dan kan je daar nog een keer onderdoor. En dan heb je echt een soort speel ding. Allemaal van die klim dingen allemaal. Hop. Zo. Kijken dat ik niet meer mek gaat. Nou, allemaal van die klautentoestellen allemaal. We zullen allemaal eens even doorlopen. Wel grappig gemaakt. Hier een strandje, daar kun je normaal altijd zwemmen. En het loopt helemaal door, hè. En dan kan je wel 1, 2, 3, 3 tunnels onderdoor. Nou, en hier heb je dan ook weer zo'n. Er is ook weer iets gemaakt, ik weet niet precies wat het is, maar hier om het water in ieder geval. Het ziet er wel leuk uit. Het is wel grappig gemaakt. Ja, dan kan je hier nog een klimtoestel hebben ze hier ook gemaakt. Ik denk, ja, dat is misschien best wel leuk om even de film te zetten. Hier ook. Allemaal boomstronken allemaal. En dan heb je hier nog een. Ah, kijk, hier heb je nog een vlondertje. Kijk eens wat leuk. Altijd grappig. Kan je met de vlonder. Kan je van de ene kant naar de andere kant. Kijken of dat lukt. Oh, wat ik niet allemaal voor jullie over heb. Ongelooflijk. Wow. Zo, dat ga ik echt niet proberen, gek. Oh, dat ding dat zit halverwege, man. Ik pleur bijna mijn bek. Ik voelde zo dat ding ineens heel 3 kilometer ineens naar beneden gaan. Nou, kom op, kreng. Kom hierheen. Ik kan hem ook niet naar me toe halen. Want dat wow, dat ga ik echt niet proberen, gek. Zo, dat ga ik echt niet proberen. Dat ding dat gaat helemaal naar beneden. Kijk, dat is hem. Maar ik ga er niet op. Maar hij gaat gewoon 6 meter naar beneden, hè? En dan leg ik telkens ineens lekker op mijn platte bek. Ha, wat ik in ieder geval allemaal voor jullie over heb, ongelooflijk. Zo. Jezus, hè, gij. Nou, ik ga het nog wel een keer doen. Ja, het levert wel mooie televisie op natuurlijk. Of een mooie YouTube-beelden. Is Ultrex die gigantisch op zijn bek gaat.
Oh mijn fucking god, wat ging dat ding ineens? Ik durfde dat echt niet meer. Ik denk, laat me lekker zitten. Maar, dus is de ene kant, dan kan je dus met dat gekke ding, als die niet zinkt tenminste, kan je hier naartoe en dan kan je hier weer doorlopen. En dan kan je hier ook smalle pad lopen. Kijk, dat lijkt wel een soort vorm van een paardenstaart. Maar je kan ook hier ook, kan je dus zeg maar hierop klimmen, zo. Oh, gaat dat? Ja, dat gaat. Nou, dan kan je hier ook. Hoppadoppadoppadop. Nou, dan moet je hier nog doorlopen zo. En dan ben je weer bij de andere vlonder. Nou, erg leuk gedaan. Ik moet alleen nog eens even kijken naar die boot. Want die boot die klopt voor een meter. Oh, zo, ik ga zo. Als je goed televisie wil hebben, dan wel. Maar. Nee, klonk nou niet echt, zag er nou niet echt goed uit. Nou, hier hebben we weer zijn spultoestel. Dus dat is dan een beetje het nieuwe Beverbos is dat. Is wel grappig gedaan, is wel leuk gedaan. Dus dat was het. Ziet er best wel leuk uit. Al zeg ik zelf. Nou, gaan we even een klein stukje lopen. Nou, in ieder geval, voor ik het vergeet. Was ik in het eerste stuk van de video helemaal vergeten te zeggen. Ramonski. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ramon die is vandaag jarig. Hij is, even kijken, 33 geworden. Ja, want ik word in december 43. En hij scheelt 9,5 jaar met mij. Hij is 33 geworden. Ramon, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele jaren, jongen. Dus vandaag, nou, we lopen nog even een stukje rond hier ook. En we gaan even een wandelingetje maken. En dan, laten mensen asociaal een hond uit. En als je er dan nog eens even voor kan zorgen. Maar voor hetzelfde geld is het een agressief hond, valt hij je aan en dan krijg je dat, hè. En dan, als je er dan nog wat van zegt, dan krijg je nog een grote mond ook. Maar ja, zulke zielige figuren zijn het in ieder geval. Ik heb ook helemaal niks met Zuidland, ik werkte wel. Maar het volk wat hier loopt is echt abominabel. Echt verschrikkelijk volk hier ook. Ik denk dat ze alles maar mogen, dat ze alles maar kunnen permitteren. Grote bek. En stellen, in principe stelden ze weinig voor, want je zag het. Ze durfden nog eens naar me toe te komen, zo'n scheidbak is het. Dus, en ik loop al ruim 10 jaar in Zuidland, dus ik kan het wel weten hoe het volk hier in zijn werk gaat. Het is heel anders dan in Spijkenisse. Spijkenisse is dan wel meer stedelijke, maar in ieder geval een stuk beter. Dus, maar ja, dat zal je altijd hebben. Maar goed, als je ze gewoon even afbluft, zoals ik er net deed, dan gaat dat een stuk beter. Ik weet nog niet dat ik alles film opzet, maar ik zal wel een klein stukje even opzetten wat er nou net gebeurde. Nou, hier heb je verder aan de overkant heb je hier een vakantiepark zitten. Dus dat is ook wel ontzettend leuk. Vakantiepark. Wel ontzettend duur, maar komen hier heel veel Duitsers, komen hier ook heel veel. Ja, en ik zou zeggen, als je in Duitsland woont, dan is dit wel echt gigantisch. Is dit wel echt leuk om te doen, want ja, het is echt, echt typisch Nederlands dit. En je zit hier natuurlijk in de regio Rotterdam. Dus je kan heel makkelijk kan je een dagje Spijkenissen pakken, een dagje Rotterdam pakken, een dagje naar Den Haag toe. En je ziet hier best wel mooi hoor. Het zijn best mooie huisjes. Het is alleen voor vreselijk duur. En een kennis van me die wou toen een keer een huisje boeken. Die schrok zij gerold van de ellende. Zo duur was het. Maar ik zou hier sowieso geen huisje boeken, omdat je natuurlijk al heel... Ik zit hier best wel dicht bij huis. Dus denk ik een kilometer of 6, 7 van mijn huis af.
Maar ja, ik ga niet 6, 7 kilometer. Hoe heet dat? Ik ga niet op vakantie en dan 6, 7 kilometer een huisje te boeken. Dan moet ik toch echt wel in een andere omgeving zijn. En ik heb niet zoveel met water. Ik heb meer met bossen heb ik meer dan met water. Dus ja, wat dat betreft zit ik eigenlijk liever in de bossen. Maar als je echt een watermens bent, dan kan je echt het beste, ja, of hier, het is vreselijk duur, of naar Potsjelanden gaan. Dat zit natuurlijk tussen Zuid-Holland en Zeeland in, met de Brouwersdam. En ja, dat is wel ontzettend leuk. Nou, hier heb je ook allemaal bossen. Hier is het zomers altijd helemaal druk. Er wordt hier voor gezwommen, hier ook. Veel gerecreëerd. Nou, verderop heb je het paddenkoekhuisje. Nou, en dit zijn de huizen, zeg maar, de vakantiehuisjes. Vroeger was dit ook recreatieplas, zeg maar. Dat wat je daar ziet, met die plas daar zo, dat was hier eigenlijk ook. En toen een jaar of 10 geleden zijn ze begonnen met dit te bouwen. Ongeveer 10 jaar geleden. Dan hebben ze hier een vakantiepark neergezet. Het is wel kaal. Je hebt alleen eigenlijk, zeg maar, je huisje. Het is ook van hoge bomen, als ik het goed had. En het is echt zo'n vakantiepark waar je dus echt alleen een huisje hebt. En voor de rest, ja, geen zwembad, geen bowlingbaan, geen receptie. Na receptie zal ze misschien wel hebben, maar tot een bepaald aantal dagen. Ja, je moet je eigen echt zelf moet je eigen vermaken. En ik loop even terug, want ik ga zo weer terug naar de auto. Ja, je moet je eigen zelf vermaken. Er is niet echt recreatie of zo hier ook. Maar het is wel lekker. Als je gewoon echt alleen maar hier komt voor de rust en het water, dan is dit gewoon echt ideaal. Het is echt wel, ja, ziet er best wel mooi uit. Ik ben eigenlijk, sinds dat het af is, ben ik eigenlijk niet meer op geweest. Dus ik weet eigenlijk niet meer hoe het er echt uitziet. Ik was er alleen, ja, tijdens de bouw ben ik er een keertje geweest. Ben ik een keer wezen kijken daar zo. Maar toen was het nog echt volop, was alles in aanbouw en zo. Dus nu is echt alles klaar. En ja, het ziet er best wel grappig uit. Het ziet er best wel leuk uit, toch? Ja, toch? Niet dan? Dus, nou. Ik ga rustig richting huis lopen. Of richting de auto lopen om naar huis te gaan. Ik heb in ieder geval weer even een stukje van de vlog opgenomen. Vrijdag moeten jullie natuurlijk. Ga ik weer naar de Efteling. En dan, ja, ik denk zaterdag. De andere vlog was ook op een dag daarna pas online. Dus ik denk, ja, vrijdag ga ik erheen. Ik denk dat zaterdag, aanstaande zaterdag, moet je het kanaal in de gaten houden. Dan is er weer een nieuwe vlog. Een nieuwe Efteling vlog. Vlog nummer 2 wordt dat. En ik heb er reuze veel zin in. En dan ben ik met Kevin, Ramonski, Tessa en Vincent. Dus dat wordt wel ontzettend leuk. Vincent hebben jullie wel eens gezien. Tessa hebben jullie ook wel eens gezien op de verjaardagsvlog van mij toen. En Vincent hebben jullie toen een keer gezien op zijn verjaardag in Hoogvliet. Waar ik toen was. Dus dat is wel ontzettend leuk. Zo, we gaan hier lekker hard hier. Hoppa! Zo. Ja, je moet erop passen hoor. Wordt hier nogal aardig hard gereden. Maar ja, het is toch leuk. Ja, je wil jongen, je bent jong en je wilt wat, hè. Alleen als het fout gaat, ja, dan staat er weer in de krant. Gevaarlijke weg, levensgevaarlijk, moeten ze sluiten, moeten ze wat aan doen. Nee, mensen moeten zelf er wat aan doen. Door niet zo achterlijk hard te rijden. Want hij ging echt, ik denk dat hij 100 ging. Dus, vandaar. Nou, ik ben weer bij de auto. En dan gaan we weer richting de auto. Dan gaan we weer terug naar Spijkenisse. Ga ik deze video even online zetten.
En ga ik nog verder lekker op mijn gemakkie van de rust genieten. Lekker uitrusten nog. Morgen nog een dag werken en dan donderdag nog een dagje. En dan zit het er weer op. Zo, nou, ik stap weer even in de auto en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en daar zijn we weer onderweg hoor. Carvlog. Even carvloggen. Dus, nou, dat was in ieder geval het Beverbos. Ik zat nog wel een keertje, even een andere keertje. Ga ik nog wel even een keer filmen. Het was nou een beetje, ja, een beetje druk met allemaal van die hangjongeren en paupergasten. Dus, later gaan we natuurlijk nog wel een keertje even overnieuw even filmen. Dus dit was in ieder geval de Benisse, jongens. Hoppa. Zo. Nou, dit was in ieder geval de Benisse. We gaan nou weer terug lekker richting huis. Over Simonshaven. Dat is een klein dorpje tussen Zuidland en Spijkenisse in. Overigens wil ik wel even zeggen dat niet alle Zuidlanders zo zijn, maar er zitten hier genoeg mensen die wel, ik heb al genoeg ervaringen meegemaakt, maar niet alle Zuidlanders zijn zo. Er zijn ook wel aardige Zuidlanders. Nou, dit was in ieder geval de vlog, jongens. Ja, het was even een korte vlog, even een klein stukje even gefilmd. En ja, later ga ik er nog wel een keer terug om een keer even extra filmpje op te nemen. Het is nog lekker weer. Ik ben blij dat het nog droog is. Ik dacht eventjes dat het zou gaan regenen dadelijk. Maar het valt reuze mee. Het is gelukkig reuze meegevallen. Dus, nou, dit was in ieder geval de vlog, jongens. Terwijl we inmiddels Simonshaven binnenrijden. Ik wou in ieder geval zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Al ruim 320-30 abonnees. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Jullie weten het, YouTube is even een kleine wijziging gedaan. En jullie moeten tegenwoordig kunnen jullie bij het belletje verschillende opties kiezen. Dus ik zou zeggen, in ieder geval, kies even de opties dat je op de hoogte gehouden wordt. En dan kunnen jullie, voor mij moet je alles aanvinken of zoiets. Zoiets zal het wel zijn. En dan kunnen jullie op de hoogte blijven van de laatste video's en vlogs op mijn kanaal en livestreams. Jongens, allemaal de groeten. We zitten inmiddels rijden Simonshaven uit. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En ik spreek jullie heel gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.